Paleis Soestdijk vindt een bijzondere operatie plaats. Op deze muur, achter mij, hing 2 eeuwen lang een gigantisch schilderij. Het schilderij is precies even groot als deze wand. Het is een schilderij geschilderd door Jan Willem Pieneman en gaat over de slag bij Quatre Bras. Het doek is van de muur gehaald en op deze bok gezet, klaar voor transport naar ons museum. Maar dat ging niet zomaar. Een speciaal team van restauratoren en arthandlers heeft het schilderij van de wand gehaald en het spierraam verwijderd. Het schilderij is anders namelijk veel te groot om te vervoeren. Er is speciaal voor dit schilderij een transportbok gemaakt. Daar is het schilderij overheen gelegd. Ja, dit is echt een van de raarste dingen die ik ooit in mijn leven gezien heb. Ze zijn met z'n achten aan het feunen om de verf en het doek soepel te houden. En ze trekken hem als het ware tegelijkertijd onder de bok door en over de bok heen. Zodat de verflaag weer aan de buitenkant zit. En het doek zonder vouwen of plooien helemaal mooi getransporteerd kan worden. De bok is door het raam van het paleis gestoken, in een vrachtwagen gezet. En zo naar het Nationaal Militair Museum vervoerd. Ja, het is heel spannend, hè? Zo'n enorm groot schilderij en dan opgevouwen over een bok. Heel bijzonder. Midden in het hart van het museum wordt het de komende maanden gerestaureerd onder het toeziend oog van onze bezoekers.